Ja, Jolande Reus, we staan hier alweer bij de Rentex. Waarom opnieuw weer een staking? Ja, we staken voor een goede CAO. Daar hebben een aantal eisen voor neergelegd. En deze mensen blijven staken tot ze die eisen krijgen. We staken natuurlijk niet iedere dag. En dat komt omdat we niet alleen hier staken, maar door heel Nederland staken in de wasserijen. Maar dat houdt wel in dat we ook met regelmaat hier komen te staan, ja, totdat de werkgevers toegeven. Oh ja. Nou, ik denk dat deze staking fors impact had. Je ziet nu nog een klein groepje mensen achter mij staan. Maar we stonden hier vanochtend met meer dan 100 man van twee bedrijven op dit bedrijventerrein. Dat houdt in dat beide bedrijven vandaag bijna geen productie draaien. Hoe lastig is het ook voor de Rentex? Ik denk dat dat voor Rentex heel lastig is. En we staan hier nu voor Rentex en voor Elise Bolzwart. En ik denk dat beide bedrijven op dit moment daar echt hinder van hebben. En dat is heel vervelend, hè? Want begrijp ons goed, het is niet onze bedoeling om bedrijven om zeep te helpen. Het is wel onze bedoeling om de druk zo hoog te maken dat bedrijven zeggen, wij gaan onze mensen een goede cao geven. Daar gaat het om. Wat is de huidige stand van zaken op dit moment als we gaan naar de staking en de onderhandeling? Als je gaat naar de staking, dan zijn wij ontzettend trots op alle stakers in heel Nederland in de textielverzorging. Dat zijn er veel en ze houden vol. En onze inschatting is ook dat als het nodig is, wij echt nog wel even door kunnen staken. De bal ligt nu bij de werkgevers, daar hebben we nog geen bericht van gehad. Dus wij zijn rustig in de afwachting en tot die tijd staken we door. Dus bedrijven moeten er rekening mee houden dat als zij niet ingaan op de eisen, dit echt nog even gaat duren. Wanneer gaan jullie weer om tafel? Zodra wij een uitnodiging krijgen waarin aan onze eisen tegemoet gekomen wordt, zijn wij de eerste die willen praten. Maar er moet wel aan de eisen tegemoet gekomen worden.